Reeds enkele weken worden er schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd op het Annetteshof aan de Meester Jagannath Lachmanstraat. Verantwoordelijk hiervoor is de Stuiversvereniging. De Stuiversvereniging is een werkarm van de Hervormde Kerk. En we zijn er voor de nabestaanden. De mensen, wanneer ze geconfronteerd raken met het overlijden van een geliefde, dan staan we de mensen bij en verzorgen de begrafenis. Hier op Annetteshof zijn ze bezig werkzaamheden te verrichten. En het gaat om grote schoonmaak, omdat de begraafplaats er overwoekerd bij stond. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben we toch besloten het te doen. En ik zeg toch, omdat we het in het verleden wel hebben gedaan, maar de middelen zijn niet toereikend, de middelen die wij ter beschikking hebben zijn niet toereikend. En ik zeg dat omdat de mensen, de nabestaanden die hier graven hebben, mede verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van de begraafplaats door een bijdrage te leveren. We hebben hier plus minus 6000 graven liggen en nog geen 300 nabestaanden leveren een bijdrage. Je snapt dat dat deel niet genoeg is om de totale begraafplaats te onderhouden. Hoe wordt dit gefinancierd? We hebben een gemeentelid bereid gevonden om vanuit zijn bedrijf te starten. En we roepen de mensen daarom op. Er loopt nu al een paar enkele weken een oproep in de kerk. En via de media proberen we dat zoveel mogelijk te doen. Dat de mensen hun bijdrage komen leveren. We vragen dan ook een kleine TWK voor mensen die nog nooit een bijdrage hebben geleverd. Van 600 SRD per graf. En daarna de normale bijdrage per jaar. Dat is 125 SRD. Als de mensen dat kunnen doen, dan hopen we dat we wel de middelen ter beschikking hebben om het bedrijf te betalen voor hun verleende diensten. We hebben nog twee andere begraafplaatsen. En die zijn Nieuw Linas Rust en Oud Linas Rust. Die zullen dus ook worden aangedaan nadat we hier klaar zijn op Annetteshof. Maar nogmaals, ervan uitgaande dat de nabestaanden daadwerkelijk hun bijdrage zullen leveren. Want dan alleen kunnen we dat doen.